Onverlaten hebben het tot hun werk gemaakt om nepnieuws te fabriceren en te verspreiden. Onder andere heeft de Nationale Partij Suriname, de NPS, de gemeenschap valselijk geïnformeerd, alzo de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SWM, vuil drinkwater distribueren naar de bewoners van het district Brokopondo. Onderdirecteur Roy Powell logenstraft deze bewering van de NPS. Dus de SWM is in Brokopondo bezig met de watervoorziening en vanuit de SWM kan ik garanderen dat we geen vuil of dubbel vervuild water distribueren aan mensen en in welk gebied dan ook. Voornamelijk ook niet, dan wel in dit geval Brokopondo. Het water dat we distribueren, komen binnen het systeem, het wordt gezuiverd. Over het geval waarover u het heeft, gaat het om Brunswick specifiek, waarbij gesteld is dat we besmet water aan mensen distribueren. Dat water komt uit de stuwmeer. Het gaat door die zuivering die we daar zo hebben gebouwd. Hij wordt gezuiverd en dan komt hij bij de verbruikers terecht. We doen ook regelmatig verschillende testen, bacteriologisch, chemisch, waarbij ook de chemische kwaliteit voldoet. Dus dat water dat de SWM produceert, waar dan ook, voldoet aan de eisen die de WHO ons stelt. Maar waarom denkt u dat de NPS met zo'n bewering gaat komen? Om eerlijk te zijn, ik heb er geen idee waarom de NPS dat doet. Ik zit aan de zwaar technische kant van de SWM. Ik ben namelijk technisch onderdirecteur, dan wel onderdirecteur uitvoering. Waarbij wij daarvoor garant staan dat het product dat we leveren voldoet aan de eisen van WHO. Want daar hebben we ons gecommitteerd. Waarom ze dat doen, zij zullen het beter weten als ik. Maar wij van de SWM garanderen dat het water voldoet aan alle eisen. Maar met deze beweringen wordt het bedrijf niet geschaad? Het bedrijf kan wel geschaad worden, maar de feiten liggen daar. Dat water is er, de mensen zijn er. De SWM is vanaf 2016 echt zwaar in Brokopondo bezig en de verbeteringen liggen er. Voorheen hadden de mensen nauwelijks water en de SWM probeert zoveel mogelijk water te brengen waar het moet zijn. En het wordt aan de SWM gevraagd om daar te komen. Vanmorgen heeft iemand anders me gevraagd als ik heb gehoord wat de problemen zijn in Brokopondo. Ik heb alleen gehoord dat mensen in Brokopondo blij zijn dat ze water krijgen vanuit de SWM. Maar een probleem moet worden gelegd op de tafel wat kan worden opgelost. De SWM heeft vanuit geen enkele hoek een probleem gerapporteerd gekregen dat er is iets met het water van Brokopondo. We testen dat water regelmatig op bacteriologie en de chemische kwaliteit. En hij voldoet. Hij voldoet aan de eisen. Zal de SWM maatregelen treffen tegen deze beweringen die zijn geuit? En namelijk de politieke partij NPS? Dus SWM maatregelen naar de NPS toe, dat zal op een ander niveau moeten worden besproken. Wat wij doen, en dat doen we ook, we zorgen dat we goed en betrouwbaar drinkwater leveren. Er is een statement gemaakt vanuit de NPS. Wij van de SWM weten dat ons water voldoet aan wat we zeggen dat we leveren. Gaat het de SWM iets tegen de NPS doen, dat zal op een ander niveau moeten worden bepaald. Maar hardcore, SWM, NPS, we zijn daar om water te leveren en ook de NPS krijgt ons water. Gaan we iets tegen de NPS doen, we leveren goed en betrouwbaar drinkwater. Is er schade aangedaan aan de SWM? Heel veel mensen hebben het gehoord. Ze hebben met de SWM gebeld en ze hebben zich ook afgevraagd van waar komen die aantijgingen en waarom. Ik kan niet aangeven waarom ze dat doen. Maar wij van de SWM leveren goed en betrouwbaar drinkwater. Iets tegen de NPS. We moeten voorzichtig zijn dat iedereen die nu iets gaat zeggen, een reactie gaat verwachten van de SWM dat iets is gesteld. Dan kom je niet toe aan het goede doel dat je nastreeft, namelijk het produceren van goed en betrouwbaar drinkwater. Het is gezegd en de SWM heeft aan de andere zijde gezegd en zo is het dat we goed en betrouwbaar drinkwater leveren. De NPS heeft het daar geplaatst. De gemeenschap weet wat de resultaten zijn en ze liggen er. Iedereen is bij ons welkom om naar onze cijfers te komen kijken bij mij althans. En ik weet dat we verantwoord omgaan met de gezondheid van de mensen binnen alle voorzieningsgebieden van de SWM. Ook in Brokopondo, ook op andere plekken in het binnenland. Dus dat is hem. Aan het begin van ons interview heeft u aangehaald dat de SWM met werkzaamheden bezig is in Brokopondo. Welke werkzaamheden zijn die precies? Zo, die zijn er wat hoor. We zijn bezig in het Brunswick gebied. Waarover men nu klaagt,
zijn we nu bezig die tweede zuivering op te zetten. We hebben hem al helemaal leeg gehaald. Hij had een aantal bakstenen erin en we brengen hem op naar dat niveau dat wij gewend zijn in de stad. Die andere zuiveringsbak hebben we vorig jaar schoongemaakt en voorzien van de materialen zoals wij doen in de stad. We hebben in de tussentijd UV-lampen besteld om de garantie beter en nog hoger te plaatsen voor de kwaliteit. We hebben een aantal brandpunten geplaatst binnen het Bronsweggebied. We zijn bezig tussen Bronsweg en Nieuw Koffiekamp om een leidingssysteem op te zetten om Nieuw Koffiekamp ook van water te voorzien. Vanmiddag nog, toen ik een kwartiertje naar binnen liep, heeft iemand me gebeld vanuit Nieuw Koffiekamp dat ze nu al in het dorp Nieuw Koffiekamp zijn. Waarbij ik ze ook heb gezegd, was alles morgen schoon binnen het dorp, laten wij het doen, want de mensen kunnen het niet. En dan kunnen de mensen van Nieuw Koffiekamp ook binnenkort van schoon en betrouwbaar drinkwater genieten. Daarmee zijn we bezig. We zijn bezig op Klaaskreek, we zijn bezig in Brokkepondo Centrum. We hebben afspraken lopen voor Eendracht. We zijn bezig te gooien naar Konder, we zijn bezig te ramen en zo kan ik verder gaan. Met alle plekken waar we bezig zijn. Alleen in Brokkepondo, ook op verschillende plekken. Dus we zijn met behoorlijk wat bezig. Dus niemand in Brokkepondo hoeft zich druk te maken over de kwaliteit van het water. De kwaliteit voldoet aan de WHO-normen. Ze kunnen het gewoon drinken, want zelfs ik wanneer ik daar ga, drink ik gewoon uit de kraan. Ik loop niet met apart water. Als ik water heb, is het een flesje water, ongeveer een liter, dat ik drink tussen de stad en aankomst en daar drink ik gewoon uit de kraan. Dus ieder kan gerust zijn. We meten kwik in het water, want ik heb ook begrepen dat mensen hebben gezegd dat er kwik in het water is. Vanuit de WHO is de norm gesteld op 6 microgram per liter. Wij hebben gemeten, de voorkomen zijn kleiner dan 0,05 microgram. Kwik dat in het water zit. En we doen het via VILAP. Het kost ons ontiegelijk veel geld, maar niets is belangrijker dan de gezondheid van de mensen. Dus we geven dat geld uit, alleen om er bewust van te zijn dat het water dat we leveren goed is. Waarom doen we al deze metingen? Op basis van wat in het water voorkomt, kunnen we de zuivering opbouwen. Je kan niet gewoon komen, dan bouw je een zuivering omdat je dat denkt. Nee, we meten verschillende stoffen in het water en afhankelijk van wat er in het water zit, zetten we die zuivering op. En dat hebben we ook gedaan in Bronsweg. Het is gewoon standaard wat je moet doen. En voor diezelfde standaard hebben we de zuivering van Bronsweg opgezet. Voor diezelfde standaard zetten we de zuivering van Brokkepondo Centrum op. En zo gaan we verder. Dus niemand van Brokkepondo hoeft bang te zijn voor dat water. Dat water voldoet aan de WHO-normen.